Antiek is ouder dan 100 jaar. Ja. U zegt, ik verkoop alleen maar spulletjes van 100 jaar of ouder. Ja. Ja. Daar blijft u bij. Dat is antiek. Ja. Ja, blijft u daarbij? Ja. Zeker weten? Ja. Dan vraag ik de camera om even die kant op te filmen. Via de kroonluchter, dan nog iets naar rechts, naar boven. Wat zien we daar? Spotjes. Je gaat mij toch niet vertellen dat die 100 jaar of ouder zijn? Die zijn voor de inrichting om dus de goederen te verlichten. Ja, zo kan je alles wel goed praten, meneer Benstrik. Nee, ik hoef niet goed te praten. Ik blijf bij mijn standpunt. Moet u weten. Wat zijn de do's en de don'ts met antiek? Wacht even, ik ga zo staan, dat is wel mooi. Ja, en je moet ook Wacht even. Sta ik mooi? Sta ik mooi? Je bent te hoog? Zo, dat is mooi. De do's en de do's. Nee, niet de do's, don'ts. Don'ts. De goederen die antiek zijn. Kunt u kort antwoorden, want het is heel erg druk op mijn knieën. Misschien kan de cameraman het even filmen. Het is heel zwaar om zo te staan. Antieke goederen gebruik je en leef je mee. Ja, maar dit vind ik zo'n vaag antwoord. Want kijk, je leeft ook met een stuk kaas. Snap je? Nee, dat eet je op. Okay. Even voor alle duidelijkheid, dat de kijkers niet in verwarring raken. Antiek is ouder dan 100 jaar. Ja. Is het ook maar één dag jonger dan 100 jaar, is het geen antiek? Antiek zijn goederen. Beetje open draaien, meneer Aslid. Beetje open draaien. Zodat we u thuis zien. Ja, nee, zo'n klein beetje draaien nog. U gaat weer. Kijk, wij zien uw gezicht niet. De mensen thuis die denken, met wie staat Omroep Maxim te praten? Ja, maar waar moet ik dan heen kijken? Nou, een beetje open, een beetje socialer. U bent toch heel sociaal? Jawel, ik help veel mensen. Daarom. Maar u, terwijl ik u zat te filmen, heeft u elke keer de neiging om gewoon dit te doen. Nee, dat is toch heel asociaal feitelijk? Het wordt mij gedrongen. Vindt u mij gedrongen? Nee, het wordt mij opgedrongen om bij u te komen. U komt steeds meer dichter tegen mij aan. Maar dan hoeft u toch niet weg te draaien? Nee, dat doe ik ook niet. Gaat u even op mijn plaats staan. Kijk, ik ben nu even Benstrik. Ja. Wat Benstrik doet is, hij begint goed, maar dan gaat hij afdraaien. Snap je? Ik wil dat Benstrik zo blijft staan. Ja, dan blijft zo staan, maar je mag niet in de camera kijken. Zat u in de camera te kijken? Nee, nu. Zat u in de camera te kijken nu? Nu sta ik niet in de camera te kijken. Nee, dat snap ik ook wel. Ja. Waarom maar meer mensen zoals u? Vertel even. Wat zei u? U zei wat tegen mij. En u zei ook wat tegen mij? Ja. Kijkt u eens naar de kijker? Ja. Kijkt u eens naar de kijker? Die is er niet. Nee. Dus dan moet u niet in. Nee, hierin. Niet hierin kijken. Nee, doe ik niet. Nou, ik zag u toch doen. Nu weten we dus hoe we moeten staan. Zijn daar nog misverstanden over nu? Nee, helemaal niet. Dus daar hoef ik het ook niet meer over te hebben. Nee. Hoef ik ook niet meer te corrigeren. Nee. Oké. Vertelt u even, wat zien we achter ons? Er zit een winkel in Kunst en Curiosa. Dus. Nee. Tin. Opendraaien. Een beetje opendraaien. Ja, precies. Ja, sorry. Tin, koper, spiegels, aardewerk, kasten. Sneller. Plateel. Ja, sneller. Schilderijen. Ja, door. Kandelaars, ja. Lampen. Ja. Stoelen, ja. Tafels. Ja. Koperwerk. Ja. Chinese serviesjes. Ja. Mm-hmm. Delos Blauw. Ja. Imeri, ja. Plateel, ja. Makkum, mm-hmm. En Zuid-Hollands aardewerk. Oké, okay. Dat staat er allemaal. Ja. Dit is een heel mooi mandje gemaakt door de firma Tichelaar. Werd gebruikt op tafel. Als versiering en fruitmandje. Veel te lang, moet korter. Mandje van Tichelaar, gemaakt in Makkum. Nog korter. Mandje van Tichelaar. Nee, nog korter. Kort. Mand! Afgelopen vorige week maandag een mevrouw iets meegegeven zonder te betalen. En die verger? Nee, en die was, kwam zaterdagmorgen betalen en die was heel erg blij. Echt waar? Met terugwerkende kracht? Ja. Wat kijkt u streng?
Nee, want u gelooft me niet. En dat is zo. Ik geloof u wel. Ja, nee, u geloofde mij niet. Nee, ik was... U keek heel angstvallig. Ja, nou heb ik u. Dat had u echt niet verwacht.